Martien is medeontwikkelaar van de digitale zorgpadentool. Wij zijn heel erg blij dat hij er is. Voor degenen die mij nog niet kennen, mijn naam is Christa Okma. Ik ben programmamanager van Kansrijke Start bij Faros. Wij voeren het stimuleringsonderdeel van het actieprogramma uit. Dus dat is het ondersteunen van de gemeente, de lokale coalities bij het komen van tot een kansrijke startaanpak. En daar kan deze zorgpadentool natuurlijk een heel mooi hulpmiddel in zijn in deze coalities. Martien heeft de tool mede ontwikkeld en weet daarom alle ins en outs en gaat jullie daar vandaag doorheen meenemen. Hè, Martien, als ik het goed heb. Ja, ik ga mijn best doen. Ga ik jou het woord. Dankjewel. Dankjewel. Goedemiddag allemaal, ik ben Martien Kroeze. Ik werk als adviseur bij Impology en we hebben mee mogen helpen op deze tool landelijk beschikbaar te maken. Ik ga kijken of ik mijn scherm kan delen met een hele korte presentatie. Als het goed is, zien jullie een eerste slide. Ik ga niet alles dunnetjes overdoen. Angela heeft net al op hoofdlijnen heel goed verteld waarom dit zorgpad er is en welke route we hebben doorlopen. Het is echt een hulpmiddel bij de screening vanuit de geboortezorgketen op kwetsbare situaties die vooral zeg maar in het psychosociaal vlak liggen, dus niet medisch. We weten dat dat hele belangrijke oorzaken zijn van die slechtere geboortezorguitkomsten. En het helpt ook om zo snel mogelijk juist op die thema's de ondersteuning lokaal, dus in de gemeente waar de zwangere of het gezin woont, de ondersteuning te vinden. Daar zit een knelpunt. Hoe vind je dat in de gemeente of in een andere gemeente dan waar je zelf werkzaam bent? De meeste zorgverleners in en rondom de eerste 1000 dagen, die hebben een ander verzorgingsgebied dan de gemeentelijke grenzen. En dit helpt om juist in alle gemeenten waar je populatie woont, die ondersteuning te vinden. Ja, en waar helpt het bij? Het helpt erbij om zo snel mogelijk, dus eigenlijk vanaf de eerste intake bij de verloskundige en de gynaecoloog, op die thema's in te kunnen zoomen. Dus zo vroeg mogelijk in die zwangerschap te kijken waar potentiële risico's liggen. En zo snel mogelijk ook een collega vanuit het sociaal domein, ik zeg bewust collega, erbij te halen, in plaats van door te verwijzen. Om daarmee gezamenlijk als partners die ondersteuning te bieden. Hopelijk tijdelijk waar dat kan en voorliggend. Maar in sommige gevallen is dat gewoon ook langdurig nodig. De uitgangspunten bij de ontwikkeling die zijn dat we hebben gezegd, we willen hem voor alle gemeenten beschikbaar maken. En waarom zeg ik specifiek gemeente? De gemeente heeft als overheidsorgaan natuurlijk ook een specifieke verantwoordelijkheid voor haar inwoners. Dus daardoor is de tool die ik zo meteen ook erbij zal trekken en er doorheen stappen in een voorbeeld. Daardoor hebben we de ondersteuning op gemeentelijk niveau inzichtelijk gemaakt. Of in elk geval de tool daar ontwikkeld om de juiste ondersteuning daarin in te zetten. Daarvoor hebben we een aantal jaar geleden gebruik gemaakt van een ontzettend mooie tool die in de stad Groningen is ontwikkeld. Die hebben we in de regio die net ten zuiden daarvan ligt in de Veenkolonie. Die hebben we gedigitaliseerd en online gezet. En samen met partners en gemeenten hebben we vervolgens de tool die in een hardcopy eigenlijk aanwezig was. Welke velden kloppen nu niet voor mijn gemeente? Waarom hebben wij het anders geregeld en hoe is het dan geregeld? En juist op die plekken hebben we getracht het digitale zorgpad, wat jullie zo meteen ook zullen zien, variabel te maken. Zo variabel dat de gemeente in een toch uniforme opzet in de verwijsstructuur en de opvolging haar eigen informatie daar kwijt kan. Dat hebben we vorig jaar met behulp van 1/5 gemeenten doorontwikkeld voor het hele land. Nou, jullie kunnen ook zien zeg maar, aan de namen van groot tot klein. En vanaf eigenlijk begin juni komt hij nu landelijk beschikbaar. We komen zo meteen langs de punten, het verschil tussen gemeentelijke variabelen en VSV-variabelen. Wie is verantwoordelijk zeg maar, voor welk deel? In principe is de gemeentelijke beleidsadviseurs verantwoordelijk om die
de variabelen uit het sociale domein in te vullen. Daar stappen we straks ook doorheen om jullie een idee te geven hoe dat eruit ziet en hoe het werkt. En de VSV kan dat doen via de federatie, zodat er ook wat medische protocollen of afspraken ook toegevoegd kunnen worden op elk thema. En ik heb daaronder ook redactieraad gezet. Als er nou structurele verbeterkansen liggen of knelpunten, dan is er een mogelijkheid om die aan te melden. Die worden verzameld door de functioneel beheerder van dit systeem. En halfjaarlijks komt er een raad van wijzen, een redactieraad bijeen, die op basis zeg maar, van die input en de verbetervoorstellen die zijn gemaakt technisch en inhoudelijk, gaat bespreken hoe de verbetering doorgevoerd zou moeten worden. En in die redactieraad, om jullie een idee te geven, zitten vertegenwoordiging van VSV-partners, CEG, gemeenten, FAOS. Nou, hier doen we het eigenlijk allemaal voor. Even kijken of die werkt. Dan zien jullie nog steeds mijn scherm nu ook met de zorgpaden toe. Dit is de site waarop het digitale zorgpad beschikbaar is gekomen. Bij het landen op deze pagina zijn er drie opties. Je kunt meteen een gemeente selecteren en als eindgebruiker zoeken naar een aantal thema's. Dat gaan we zo meteen doen. Er staat ook even kort iets vermeld over de werkwijze en de achtergrond. Wat is kwetsbaar? Wat zijn beschermende factoren? En er is ook een sectie voor veelgestelde vragen waar een antwoord op is. Er staat hier aan de rechterkant ook een feedbackknop. Die hadden we eigenlijk gebruikt in de ontwikkelfase vorig jaar. Om in die testfase de gemeente de gelegenheid te geven om heel veel input te geven. We hebben eigenlijk besloten naar aanleiding van de pilot om die te houden. En dat wordt de grote verzamelbak van suggesties. Die er richting de redactieraad gegeven kan worden en geclusterd kan worden. Er zijn ook knelpunten, ik zal er even op klikken. Als je op de feedbackknop klikt, dan kun je uit een tiental verschillende hoofdgroepen kiezen. Zorgpad invullen. En vervolgens kun je aangeven waar het probleem of de suggestie zit. Even een probleem. Je vult je eigen e-mailadres in en je geeft kort aan wat het probleem is of de suggestie. Dit helpt zeg maar, ook in de ranking en je verstuurt de feedback. Als er nou hele specifieke problemen zijn dat iets niet werkt, dan komt die ook bij een functioneel beheerder aan. En dan wordt er zo snel mogelijk contact opgenomen. Ik zal hem even sluiten. Ga ik eerst even als eindgebruiker de tool laten zien. Ga ik weer terug naar de zorgpaden. Ik pak even een specifieke gemeente, Kerkrade. Ik zal zo meteen uitleggen waarom ik die kies. Dan zie je een opzet en eigenlijk een soort van menustructuur, een inhoudsopgave, waar een 17-tal risico's of thema's staan, variërend van een belaste voorgeschiedenis psychisch, kindermishandeling, huiselijk geweld, laaggeletterdheid, laat in zorg, SOA's, gezond gewicht. Op al deze risico's kun je vervolgens klikken. Als het goed is, zien jullie nu het zorgpad zwanger met een psychische hulpvraag. En in elk zorgpad, hij ziet er weliswaar anders uit, staat een stroomschema. Daar beginnen we mee. En daar staat voor de zorgverlener stapgewijs aangegeven. Oké, wat doe je? Wat bespreek je? En dit stroomschema geeft eigenlijk aan wat je moet doen. Of wanneer je naar het einde toe loopt. Hieronder kan de zorgverlener zien, als er nu sprake is van psychische problematiek. Welke afspraken zijn nu lokaal gemaakt? In de gemeente Kerkrade kan de zorgverlener meteen contact opnemen met Moventis GGZ. Daaronder staat er wat meer algemene informatie, wanneer er bijvoorbeeld een pop beschikbaar is, hoe die werkt en waar je aan moet denken. En waarom kies ik specifiek Kerkrade? Als eindgebruiker, de zorgverleners daar, die hebben er ook al voor gekozen als eerste VSP in Nederland, om hun protocollen hieraan te koppelen. En dat betekent dat zij ook hun eigen protocollen hierin beschikbaar maken.
En ik zal even op één klikken. Ik hoop dat ik de goede klik. Nee, dat is niet een handige. Nou, we komen zo meteen vast bij nog een andere optie terecht. Dan kun je terug naar kerkwaarde. Sorry. Ik laat jullie zo meteen een andere link zien waarbij, als het gaat over directe contactinformatie, die er bij zo'n medisch zorgpad zit, of een protocol, dat die dan ook versleuteld zit. Dus daar zullen de zorgverleners moeten inloggen, zodat als eindgebruikers of mogelijk inwoners daarop gaan zoeken, dat ze niet direct bij de persoonsgegevens terecht kunnen komen. Zijn er tot dusver vragen over de thema's bijvoorbeeld die jullie hier zien? Henrike? Ja, ik heb daar wel een vraag over. Hoe zijn deze thema's gekozen? En zijn deze dan dus ook verplicht? Zo van, als je dit gaat doen, dan moet je voor alle, moet je op deze thema's ook een werkwijze hebben? Of is dit heel compleet, maar ja, facultatief, zeg maar? Goeie vraag. Ook geen makkelijke vraag om snel te beantwoorden. Ik ga het wel proberen. De structuur zoals die is opgebouwd, dat is uniform. En daarin hebben we gezamenlijk in de afgelopen jaren gedefinieerd waar de verschillen zitten tussen de gemeenten. Dat kan in verwijsstructuren of afspraken zijn, maar dat kan ook in de beschikbare interventies die er zijn. Dus daar sluit je eigenlijk aan bij de problematiek om aan te geven aan de zorgverleners wat er beschikbaar is, wat er ingezet kan worden. Als je nou zegt van, goh, we hebben in onze gemeente een heel ander stroomschema bedacht en kan ik dat hierin kwijt? Dan is het antwoord ja en nee. Het antwoord ja is, je kunt een link toevoegen, maar dan zal het een link zijn die past in deze structuur. Dus de zorgverlener zal nog steeds deze structuur zien. En we hebben hem samen met juist zorgverleners en gemeenten doorontwikkeld. Omdat het voor zorgverleners, zeg maar, de tijd die ze hebben bij een intake of bij een consult is zo beperkt, dat ze op een hele snelle, soortgelijke manier de informatie willen vinden. De kans dat als ze, ik pak er even heen hoor, bij inkomen of schulden, als dat zoveel stress oplevert, dat ze daar graag iets in willen doen, maar ze weten niet waar ze in die gemeente de opvolging kunnen vinden, dan zal er vast en zeker een melding gemaakt worden van, goh, dat moet ik nog doen, of hij komt op een stapeltje te liggen. Als het dezelfde dag niet lukt, is er een hele grote kans dat hij op het stapeltje van de dag daarna komt, et cetera. Ja. En dat wil je juist niet. Dus ja, het kan, maar dan indirect. Ja, en dan is dit, deze structuur blijft dus staan. Maar als je je kan je eigen werkwijze dus zeg maar achter wat jij net zei, zoals bijvoorbeeld dat protocol van de VSV. Op die manier kan je de werkwijze daar achter hangen. Helder. Dankjewel. En even voor mijn begrip, stel je de vraag als gemeente of als zorgverlener? Als gemeente. Ik ben niet rechtstreeks in dienst van de gemeente, maar ik heb de opdracht van de gemeente voor de coalitie in Almelo. Ja. Om als projectleider hiermee bezig te zijn. Ja. Oké. Okay. Helder. Martien, er staan ook nog wat vragen in de chat, in ieder geval van Suzanne. Ja. Wie vult de zorgpaden in eerste instantie? Wat is de bron daarvoor? Ja, dan stel ik voor dat we op basis daarvan, dit is dus voor eindgebruikers wat ze kunnen zien. Stel ik voor dat we ook gaan inloggen. Dan kan ik die vraag denk ik ook heel praktisch beantwoorden. Sluit ik hem eventjes. We hebben een aparte gemeente toegevoegd, zodat... ik ben nu ingelogd als beleidsadviseur van de gemeente Mijn Goede Start. Dat is even de dummy gemeente. Als een gemeente inlogt, dan ziet hij dus een ander scherm. Je ziet ook zeg maar, dat er een extra menu-knop bij is gekomen, dashboard, met 8 opties daarin. Veelgestelde vragen. Nou, die is veel uitgebreider dan voor eindgebruikers, omdat er allemaal functionaliteiten zitten voor de gemeente, hè, voor het sociaal domein, om hun variabelen in te vullen. Dat is er één. Sorry, als je de eerste keer inlogt, dan zie je ook automatisch een korte intro-video van een minuut hoe de werkzaamheid van deze
8 menuopties is. Je kunt het ook nog een keer rustig nakijken of lezen in de handleiding. Je kunt ook je wachtwoord wijzigen. Je kunt de collega ook opvoeren eigenlijk. Als je zegt van joh, toevallig hebben wij in deze gemeente al 3 logins gemaakt. Maar stel nu dat mijn collega Marije Drogendijk, dat die naar een andere gemeente vertrekt. Nou, dan kan ik haar hier verwijderen of ik kan een nieuwe collega hier opvoeren. Zodat je met z'n 2 of z'n 3 je toegang toe krijgt. De login, je ziet hier ook @mijngoedestart staan. En ik zag volgens mij Anja Ton, dacht ik uit mijn hoofd. Die had een vraag gesteld. Joh, ik wil hem graag voor 1 of 2 gemeenten invullen. Maar ik werk niet bij een gemeente. Bijvoorbeeld de gemeente Tiel of Nijmegen. Hoe doe ik dat dan? Nou, dat zijn vragen die via een bypass wel bij ons terecht moeten komen. Daar hebben we een oplossing voor. Maar de knock-out criterium voor login is wel gemaakt vanuit gemeente. Dus je moet inloggen met anja.ton@gemeentetiel.nl. Is dat niet het geval, dan kun je dus niet inloggen. Ga ik 1 stapje terug. Dan zijn er ook statistieken, publicatiestatus, daar komen we zo meteen. Als je als beleidsadviseur klikt op zorgpaden raadplegen, dan zie je eigenlijk hetzelfde wat de eindgebruiker ziet, maar wel vanuit je eigen login. Dus je hoeft niet eerst uit te loggen erin. Dit is de belangrijkste. Hij staat nu op updaten. Wij hebben hem namelijk al gevuld. Voor de gemeente die hem voor de eerste keer gaan invullen, staat daar invullen. En daar zie je diezelfde 17 risico's of thema's. En als je voor de eerste keer invult, zal er overal 0 staan. En hij is ook niet groen met een vinkje. Maar je ziet bij elk thema hoeveel variabelen er in dat zorgpad ingevuld moeten worden vanuit de gemeente. Dus dat betekent voor zorgpad verslaving zijn dat er 2. Zorgpad tienerzwangerschap zijn dat er 3. En huiselijk geweld zijn dat er 7. Er zijn ook 3 zorgpaden die staan op 0. Daar hoeft de gemeente niet specifiek een variabele in te vullen. Dat is redelijk standaard en geprotocoleerd. Het kan wel, maar hij is dus niet verplicht. Nou, de eerste keer begin je denk ik bij het eerste zorgpad. Ik hoop dat jullie mijn scherm trouwens nog steeds zien. Dan zie je aan de linkerkant al die 17 zorgpaden staan. We beginnen netjes zeg maar, bij de eerste. Aan de rechterkant zie je ook hoe het zorgpad eruit ziet. Heel klein, hè? En je ziet in het geel waar dat variabele veld zich bevindt. In dit geval is het in de toelichtende tekst onder het stroomschema. Het kan ook zijn dat er een variabele veld staat in het stroomschema. Dan zie je hier een geel gemarkeerd veld. En in het middelste deel van je scherm, daar staat beschreven A, welke variabele het is. Hè, de nummering, eerste zorgpad, eerste variabele. En een hele korte omschrijving wat de bedoeling is om daarin te vullen. Want anders weet je als gemeente ook niet van ja, hartstikke leuk, maar wat moet ik hier nu invullen? Dus in dit veld kun je zeg maar aangeven welke zorgverleners bijvoorbeeld ervaring hebben specifiek hè, met het begeleiden van zwangeren met psychische problematiek. Updaten, daar staat invoeren, die is leeg. Je kunt de voorbeeldgemeente bekijken. Nou, dat is toevallig dezelfde gemeente als waar ik nu ben ingelogd. Ter inspiratie kun je daarop klikken als je nog steeds niet zo goed weet van ja, ik lees dan die toelichting wel, maar het is me nog steeds niet helemaal duidelijk. Dan kun je zeg maar in de voorbeeldgemeente kijken wat hebben zij daar dan in gevuld. Nou, daar is voor gekozen om 2 specifieke praktijken op te voeren, maar ook te zeggen van joh, je moet bij ons ook het sociaal team inschakelen met een telefoonnummer en van hoe laat tot hoe laat ze bereikbaar zijn. Het belangrijkste voor de zorgverleners is dat ze zo snel mogelijk de contactgegevens van de collega's in het sociaal domein kunnen vinden. Ik zal even sluiten. Ik zal even op updaten klikken, want dan zie je iets meer hoe het er dan uitziet. Als je hem hier invult in dit veld, dan kun je ook opmaak toevoegen. En je ziet aan de rechterkant dan ook hoe het eruit komt te zien. Stapsgewijs kun je dan zeggen van, joh, ik wil hem opslaan of ik wil meteen naar de volgende door. Nou, er is maar 1 variabele in dit zorgpad. Dus als je klikt op opslaan en volgende, springt hij automatisch naar de variabele van zorgpad 2. Als je nou denkt van, ja, hartstikke leuk, ik heb de toelichting gelezen en het voorbeeld, maar ik weet het gewoon niet en ik wil de vraag uitzetten bij een collega, dan kan dat ook. Je kunt iemand uitnodigen
om deze informatie aan te leveren. Dat kan een collega zijn binnen de gemeente, dat hoeft niet per se. Het kan ook iemand zijn van bijvoorbeeld de GGD of een andere partner uit het sociaal domein. Die persoon kan alleen maar iets invullen op deze pagina. Hij kan niks overschrijven of publiceren. Hij kan alleen maar dit veld invullen. En je krijgt dan vanzelf bericht. Ik zal even een stap terug gaan naar het dashboard. Staat er nog één open? Nee. Dan zie je bijvoorbeeld, als we zitten nu nog bij de eerste. Dan zie je bij zorgpad zwanger met psychische hulpvraag bij wie je de vraag hebt uitgezet. En je ziet ook een signaal als iemand de input heeft geleverd. Je ziet ook wanneer dat niet het geval is. En dan kun je hem of haar nog een keer een reminder sturen. Om die informatie wel aan te leveren. Ik klik heel even zo meteen op opslaan en doorgaan. En dan gaat hij inderdaad automatisch naar het volgende zorgpad. Naar het eerstvolgende variabele veld. Dit is er toevallig ook één onder. Ik stap heel even naar huiselijk geweld. Dat is ook het zorgpad met de meeste variabele velden. Het duurt waarschijnlijk eventjes voordat hij die laat, het stroomschema. Hij is wel heel klein hoor, dus ik zal hem zo wat groter maken. Je ziet weer aan de rechterkant het voorbeeld hoe het eruit ziet. En hier zie je ook, nou in elk geval voor de eerste keer die wij nu laten zien, dat er in het stroomschema variabele velden zijn die ingevuld moeten worden. Dat zijn er vier en daar zitten ook een aantal in de toelichting eronder. Nou, scroll ik weer iets omhoog. En je kunt hier stapsgewijs, dit is al het voorbeeld hoe het eruit komt te zien. Maar je kunt stapsgewijs zeggen, dit wil je graag invullen. Ik laat deze specifiek zien. Deze standaard tekst die je hier ziet, bij crisis handelt de verloskundige zelf, net zoals buiten kantoortijden. Er zijn een aantal variabelen waarbij we denken dat dit als standaard tekst prima kan blijven staan en waar je vanaf kan wijken. Maar om dit niet, 350 keer straks in te laten vullen, hebben we bij die velden waarbij we deze signalen hebben gehad, hebben we deze standaard tekst eigenlijk al beschikbaar gemaakt. Dus die hoef je niet zelf in te typen. En die is dus ook gelijk aan bijvoorbeeld gemeente. Kan wel, je kunt hem gewoon wijzigen. Dat is geen probleem, maar dit staat er al. En dan zie je als je alles hebt ingevuld, dat je inderdaad alle vinkjes hebt. En als ik even naar het volgende zorgpad ga, dan zie je ook dat het vorige zorgpad, met die 7 variabele velden, ook hiervoor een vinkje heeft dat je alle variabelen hebt ingevuld. Even kijken, dan ga ik denk ik even naar de laatste. Het gaat wel heel snel. Een inschatting, en er zijn een paar mensen die dit vaak hebben ingevuld. Een inschatting om hem goed in te vullen. Ik denk dat het belangrijkste is dat je de informatie beschikbaar hebt. Dus je zult er vast een keer eerst goed doorheen moeten lopen om te kijken of dat je het begrijpt. Maar ook meteen denk in te schatten welke informatie je zelf kunt invullen of aanleveren en welke je moet opvragen. Als je de informatie hebt en je gaat het invullen, ik denk dat je met een 2 tot 3 uur moet het te doen zijn om die input in te vullen en hem online te zetten voor je gemeente. Ik zal even naar de laatste gaan hoe we dat doen. Deze is toevallig ook al ingevuld. Ik klik hier op opslaan. Jullie zien dan, hij is al voor mij opgeslagen, jullie zien daar de optie opslaan en publiceren. Stel nou dat er toch nog een vraag is, of je zegt van joh, ik heb nu 16 zorgpaden, maar bij eentje mist er nog iets. Dan staat er bij één van de zorgpaden nog geen vinkje. Dan heb je hem als het goed is ook nog niet gepubliceerd. Dus dan zet hem even nu zogenaamd als in die situatie. Dan is hij nog niet gepubliceerd. Je vult dat specifieke zorgpad in en je hebt overal vinkjes. Dan kun je hem ook handmatig nog een keer publiceren. Nu is wel een goed voorbeeld. Net na de gemeentelijke verkiezingen kan het zijn dat er wat verschuivingen plaatsvinden in contractuele afspraken die er gemaakt worden. Mogelijk een andere politieke coalitie die er in de gemeente is met andere keuzes, zodat er wijzigingen gaan plaatsvinden. En misschien
extra interventies worden toegevoegd. Nou, dat kan. Die voeg je toe. Je kunt zelf inloggen. Je voegt hem zelf toe op het moment dat het jou uitkomt. En je klikt weer op publiceren. En vanaf dat moment, dus hetzelfde moment, staan de zorgpaden weer voor alle partners online. Is dat een antwoord op de vraag van Suzanne? Ja, zeker. Okay. Maar ik kan me dus voorstellen dat ik zag net in de chat ook iemand die iets zei over hoe zit het dan met het bijhouden, hè, en het actualiseren van die informatie. Het is dus best nog een taak om te zorgen dat dat goed actueel blijft, kan ik me voorstellen. Ja, nou, we denken zelf, zeg maar, ook de ervaringen, zeg maar, vanuit Noord-Nederland en ook met de 5 gemeenten, dat de grootste tijdsinvestering zit bij het vullen. We gaan de tool zo inrichten dat alle key users, dus vanuit de gemeente, op 3 januari, ik noem maar even wat, automatisch een melding vanuit het systeem krijgen. Beste beleidsadviseur, let op. Als er wijzigingen zijn, klik even op de link en zorg dat je me update. Je kunt dat ook zelf doen. Dus dat is het pushmechanisme. Je kunt ook poolen, je kunt zelf inloggen. En het kan ook best zijn dat je in je lokale coalitie, dat er een onderwerp wordt geagendeerd waarop je een discussie hebt, waaruit blijkt dat, dat er een wens is om iets aan te passen of aan te vullen of te wijzigen. Nou, dan is dat het moment eigenlijk, de trigger, om uiteindelijk door de beleidsadviseur in te loggen en die wijziging door te voeren. En omdat er al heel veel staat, zal dat relatief makkelijk zijn. Dus we verwachten dat met name het updaten reuze mee zal vallen. Er is wel, eerlijk is eerlijk, op het moment dat er wijzigingen zijn, personele wijzigingen bij de gemeente, ja, dan is een overdracht, dat is wel handig. Anders zal je nieuwe collega toch echt weer vanuit het dashboard even moeten kijken naar dat eerste filmpje en zeg maar de handleiding even kort doornemen. En ook dat hebben we zo gebruiksvriendelijk gemaakt, dat je geen hele stukken tekst door hoeft te lezen. Er zijn uit mijn hoofd een stuk of 8 of 9... korte video's van 1 tot 3 minuten op elk onderwerp, waarbij gewoon stapsgewijs wordt uitgelegd hoe je iets doet, hoe je iets aanpakt, past, of als er een probleem is, hoe je dat gaat oplossen. Martien, er is nog een vraag van Boukje Ummels. Die vraagt zich af als een zwangere nu in meerdere categorieën valt. Ja, ja, dan hebben we eigenlijk een ander onderwerp aan de hand, hè? Dan gaan we al richting complex. En dan is het wel, denk ik, zaak om in plaats van enkelvoudig zo snel mogelijk ondersteuning erbij te trekken, zo snel mogelijk dat prenatale huisbezoek in te zetten en samen met het gezin in kaart te brengen. Waar zitten die oorzaken dan? En dan kan daarna het zorgpad, hè, mogelijk op basis van gezamenlijke prioritering, ook wel gebruikt worden, als het niet helder is, om de juiste ondersteuning te vinden of de keuzeopties. Maar daar zou ik zeker niet alleen dit zorgpad voor gebruiken, juist niet. Ik zie dat er zijn nog een paar vragen, maar ook Boukje heeft nog een aanvullende vraag. Boukje, misschien wil je die nog even zelf stellen? Ja, dat is goed. Ik zit in de regio Eindhoven en omgeving. We werken met 3 VSV's hier nou samen en we hebben allerlei protocollen ook gezamenlijk voor kwetsbare zwangeren en op meer onderwerpen. Maar wat ik begrijp is dat de gemeente de key user is en de eigenaar. Maar hoe komt dan onze informatie bij die ongeveer 15 gemeenten waar wij gezamenlijk hetzelfde protocol voor hebben? Want dat lijkt me nogal veel werk. Als elke losse gemeente dat zelf moet gaan doen. Ja, nee. Dat is wel een hele goede vraag, Boukje. De input voor de VSV-protocollen, die lever je eenmalig aan bij de federatie. De federatie gaat op basis van het verzorgingsgebied, wat ook wordt gedefinieerd door Perinet. Die maakt de lijst van gemeenten aan die in jullie verzorgingsgebied liggen. En die kunnen met een eenmalige actie jullie protocollen bij, ik zag dat er 15 gemeenten zijn, hè, waar al die 15 gemeenten automatisch eraan hangen. Dus de protocollen die je hier in Kerkraden erbij ziet hangen, ik zal hem even op huiselijk geweld doen. Deze, die zie je ook in Heerlen, in Geleen, in Valkenburg, in Margraten, in Maastricht. En nou, dan is Valkenburg misschien of Meersen wel een goed voorbeeld. Dan zie je in die
gemeente, net zoals bij jullie dan in Eindhoven, dan kan het zijn dat je ziet VSV Samen Zuid en VSV Heuvelland in dit geval in het zuiden. En bij jullie VSV Anna, VSV Veldhoven, VSV, zodat afhankelijk in welke VSV je voor deze cliënt eigenlijk werkzaam bent, je kunt, als het nodig is, kunt klikken op je eigen protocol. Is dat een antwoord op je vraag? Helder, ja, dank je. Ja, dus eenmalig aanleveren en we zorgen ervoor dat het verzorggebied automatisch wordt gekoppeld. Ja, Anja, Ton, Anja, jij stak net ook nog even je hand op. Jij hebt een vraag waar Martien volgens mij net al een beetje antwoord op heeft gegeven over de key users. Maar misschien bedoel jij nog iets aanvullends met jouw vraag? Ja, het gaat een beetje over hetzelfde inderdaad. Ik was een beetje aan het zoeken naar wat is nou handig als je al inderdaad zorgpaden hebt voor meerdere gemeenten. Maar dat is dus nu net besproken. Alleen begrijp ik dan nu goed dat als je dus al zorgpaden hebt, dat je dan dus eigenlijk alleen een link hieronder zet per gemeente die overal hetzelfde is. Want dat is natuurlijk toch wel wat anders, dat iemand nog een keer weer door moet linken of dat hij echt al informatie krijgt, zoals nu bij deze gemeente als voorbeeld. Dus dat is wel een keus, denk ik dan. Of je inderdaad alleen wil linken naar je eigen zorgpaden die al ergens staan, of dat je toch de informatie ook letterlijk hierin wil zetten. Ja, wat je wil voorkomen, denk ik Anja, is dat je, en zo is je eigenlijk ook niet bedoeld, dat je alleen linkt naar je eigen zorgpad. Okay. Dat zou dan een extra optie zijn. Ik zou die variabele velden, die moet je wel invullen. Want anders dan klopt of een stroomschema niet meer, of dan klopt de variabele velden in de toelichtende tekst daaronder ook niet goed. Dan lopen zinnen niet, dan loopt de opbouw van zo'n toelichting niet meer. Maar wat je wel kan doen, net even als ik zal kijken of ik mijn scherm ietsjes kleiner kan maken. Kijk, onder dit stroomschema, deze blauwe vakken zijn nogal belangrijk. Hè? We hebben het ook over veilig thuis en kindermishandeling. Hè? Wat is de rol van de huisarts? Wat doe je bij huiselijk geweld? Nou, voor zorgverleners over het algemeen gesneden koek. Vervolgens zeggen we, de eerste optie daaronder is voor VSV protocollen. Hieronder hebben we meteen een andere variabele voor de gemeente. Als je nou wil dat je lokale partners, de zorgverleners, zo snel mogelijk naar hun eigen zorgpad worden doorverwezen, zet je dat bovenaan en vul je daaronder wel de variabelen gewoon netjes in, zoals met de contactgegevens. Maar de neiging zal zijn, bleek ook zeg maar uit tijdens de ontwikkeling, dat zorgverleners, wat bovenaan staat, dat is het belangrijkst. Dus die zullen daar vooral naar gaan kijken en filteren. Dus ja, je kunt ze maar ik denk ook dat ze liever niet nog een keer doorklikken. Dus dat is waarom ik denk, volgens mij is het, als je dit goed gebruikt, denk ik dat het wel zinvol is om het per gemeente echt goed in te vullen. Ondanks dat we al zorgpaden hebben, die regionaal zijn. Maar dat is wel heel veel werk dus. En het kan best zo zijn, hè, als er hele goede zorgpaden zijn. Kijk, dit is een eerste variant. Dus ik zou ook zeggen, niet alleen de feedbackknop, hè, maar er zijn nog een paar regio's die al heel veel ontwikkeld hebben. Uh-huh. Wat misschien wel zo goed is, dat we volgend jaar besluiten, of we zeg ik dan de redactieraad, dat er een verbeterslag moet komen. En dat er zeg maar enkele zorgpaden omgevormd moeten worden, omdat ze gewoon beter zijn. Dat kan, maar dat zal dan wel netjes de route zeg maar, van de beheerscyclus ingaan. Ja, en nog heel even een vraag over het, die je dus al wel hebt toegelicht, want het blijkt me toch nog een beetje ingewikkeld vinden. Betekent het nu dat als ik zeg maar vanuit de GGD in dit geval voor de gemeente dit wil helpen invullen, dat ik dus eerst moet zorgen dat de gemeente zich aanmeldt als beleidsadviseur en dat die mij dan toegang geeft? Of moet ik gewoon een mailtje naar jullie sturen en vragen of ik toegang kan krijgen? Ja. Het laatste. Ik zou daar graag wel een gemeentelijk adviseur ook in zien. In zo'n mail. Dat hij daar de toestemming voor geeft. Ja, dat snap ik. Ja. Maar ik wil voorkomen dat Pietje Puk met een vrachtwagenbedrijf iets gaat invullen voor de gemeente Nijmegen. Ja, snap ik. Oké. Duidelijk. Ja. Martien, misschien kun je nog eventjes het zorgpad laaggeletterdheid laten zien. Want daar was ook nog even een vraag over. Die ook al wel beantwoord is, maar... Even kijken, want die stond iets hoger, dacht ik. Ja. Laaggeletterdheid is als zorgpad meegenomen. Ik denk dat de taalhuizingen ook landelijk een hele belangrijke rol hierin hebben. En de gemeente kan daar zelf in. En ik zal even... dit is weer als eindgebruiker, even als gemeente. Die pop-up die ik telkens zeg maar rechtsboven met het kruisje wegklikt.
Er is onder ook een link dat je hem voor altijd wegklikt. Maar als voorbeeld laat ik hem zien dat je dus telkens eventjes wel die korte update kunt zien. Dat die korte video. Ja, in dit zorgpad zijn twee variabelen. Die zitten allebei eigenlijk in de toelichtende tekst. Ik weet niet, is er een specifieke vraag hierover? Nee, niet een specifieke vraag meer of dit ook een van de zorgpaden al meegenomen. Kijk, en het lastige is, hè, dus de eerdere vraag straks van ja, wat nou als er meerdere risico's zijn? Ja, dan dat is zeg maar de, hoe zeg je dat? Het vakmanschap, hè, eigenlijk van de zorgverleners. Oh. Als je naar de achtergrond kijkt en het hij is nu klein. Het schema wat in Rotterdam is uitgewerkt. Hè? Zelfredzaam, potentieel kwetsbaar en zeer kwetsbaar. Wanneer gebruik je dit nu relatief makkelijk om in te zetten? En wanneer is het zeer kwetsbaar? Of hebben zaken met elkaar te maken? Want zoals laaggeletterdheid, armoede of schulden. Een aantal van deze thema's. Daar is een grote kans dat er meerdere risico's spelen. Maar dat ligt denk ik wel ingebakken in... Ja, het vakmanschap van de zorgverleners in dit geval. Ik zit nog even te kijken, stroomschema, maar rijden. Kun je in de vakken onder het stroomschema... Ja, in de vakken onder het stroomschema kun je net zoveel tekst kwijt als je wil. Maar, kijk, als je twee pagina's hebt en je wil die copy-paste toevoegen, dat kan, technisch kan het. Dan kun je ook nog een mooie opmaak doen. Het is alleen de vraag... in hoeverre dat ook gelezen en gebruikt gaat worden. Dus het is veel beter om zo snel mogelijk de juiste contactinformatie daar neer te zetten. Om de tijd van de zorgverleners zo optimaal mogelijk in te zetten. Nee, en er was nog een vraag. Oh, die was ook van jou, Anja. Een vraag over kun je... een seintje instellen dat je elke 3 maanden zeg maar, een reminder krijgt of zo. Dat is er nu nog niet, maar als daar behoefte aan is op basis van die feedback, hè, die we krijgen, nou dan technisch is het mogelijk. Dan kan dat meegenomen worden in de wensenlijst. Heb ik nu nog iets vergeten? Ja, er komt nog een nieuwe chatvraag binnen. Als je iemand uitnodigt voor het invullen, gaat die mail automatisch of moet dat handmatig? Ja, een hele goeie. Ik wist wie hem had gedaan. Ik ga even naar updaten en ik zeg vervolgens, ik wil toch even... Nou, ik heb hier meer informatie nodig. Geef ik hier het mailadres in. Nou, dit is dus echt een externe partij, niemand van een gemeente. Ik zeg opslaan en dan, zie je deze weer. Dan zie je hier dus een link. Hij wordt niet automatisch verstuurd vanuit het systeem. Deze link wordt wel gelogd, maar het is de bedoeling dat je deze kopieert en vanuit je eigen mail stuurt. De reden waarom we dat vooralsnog zo hebben gedaan, dat zul je ook zien bij het aanmelden. Die heb ik trouwens nog niet uitgelegd, dus dat doe ik zo meteen. Het kan zijn dat het mailadres van het systeem niet herkend wordt door je mailprogramma, waardoor die automatisch in je spam terecht komt. En dat wil je eigenlijk bij het uitvragen van deze expertise, van een partner, wil je dat voorkomen. Dus als je deze kopieert en plakt in je eigen mail, dan is dat niet het geval. Als je voor de eerste keer registreert en je geeft hier aan van, nou, ik ben van de gemeente Alblasserdam en ik heet Pietje Puk. Dan gaat er automatisch een mail vanuit het systeem naar pietjepuk@alblasserdam.nl. En daar gebeurt het ook wel eens, omdat het vanuit een systeem gaat, hij automatisch in een spam terecht komt. Die melding krijg je overigens wel, dat als je deze account aanmaakt, zie je van, god, let even op, de gegevens zijn verstuurd, maar check ook even je spam of je ongewenste e-mail folder. Dus dat is de reden dat je hem handmatig kopieert.
dit zijn denk ik voor nu. Er is aan de onderkant ook nog iets. Nee, die is weg. Ja, dan nog één ding. Dus de vrije tekst onder de zorgpaden, die is onbeperkt. Wat je ook moet voorkomen is dat je hele lappe tekst in zo'n blokje van een stroomschema probeert te proppen. De mogelijkheid van de toelichting, dat doe je onder stroomschema's. Zet daar zo scherp en zo kort mogelijk neer wat je bedoelt. En je kunt ook verwijzen, zie toelichting onder schema of zo. Dat kun je zelf bepalen als gemeente. Zijn er dan nu nog andere vragen? Niet in de chat, maar misschien nog iemand spontaan. Ook even. Ja, dan zie ik ook mensen weer. Ja, nog één vraag. Sorry, ik kon mijn handje even niet vinden. Even voor de alle duidelijkheid. Volgens mij heb ik het goed begrepen. Maar het is dus zo dat je in de zorgpaden zelf, in het stroomschema, kun je in principe niks veranderen. Hè? Dus de blokjes die er staan, die staan er? Nee, ook in de zorg, of in de stroomschema's, zitten er variabele velden. Maar je kan niet zelf bepalen, ik zou dit graag variabel willen maken. Nee, precies. Dus als stel dat in ons zorgpad ergens een extra blokje staat of een extra stuk, dan is dat niet aan te passen, zou ik maar zeggen. Nee en ja. Nee, op dat moment niet. Ja, nou, wel door de feedback te geven. Feedbackknop. Ja. Want als het een verbetering is, dan wordt die wel serieus meegenomen. En ik denk dat het dom is als dat niet het geval is. En dat betekent dan, stel in het geval hè, dat jullie... en het hoeft niet zo te zijn dat we dan, weet ik veel, 50 aanmeldingen hebben die daarover gaan. Als het één melding is en de redactieraad besluit, joh, dit is een hele zinvolle wijziging. Uh-huh. Dan wordt die doorgevoerd. Maar dan zal er dus ook een korte toelichting komen naar de gemeente, dat er een nieuwe wijziging is. Nou, we zullen wel daarvoor zorgen dat we... Kijk, die redactieraad komt 2 keer per jaar bij elkaar. Het echt doorvoeren van dat soort wijzigingen, dat we dat 1 keer per jaar doen. Want anders, anders dan wordt het wel bewerkelijk voor gemeente. Ja, duidelijk. En Henrike? Ja, protocollen is natuurlijk echt iets uit de zorgwereld. Nou zitten we bij Kansrijke Start nou heel mooi op het snijvlak tussen sociaal en medisch. Is het vullen van die zorgpaden voorbehouden aan alleen de organisaties die met protocollen werken? Of is dit nou ook juist de kans om dat sociale stuk een plek te geven in de protocollen? Ja. Ik ga ze met liefde allemaal doorlezen hoor, maar jij weet waarschijnlijk precies al wat er hier staat. Dus... Nou, dat is een hele goede vraag. Want kijk, ik heb dit al een paar keer uitgelegd, dus ik weet het verschil. Er is een heel duidelijk verschil. De login-optie die je net zag en die stapjes die je in kunt vullen, dat is alleen maar voor gemeenten. Ja. Dus dat betekent dat je alleen maar de input vanuit het sociaal domein daar toevoegt op zo'n thema. Want een gynaecoloog, een verloskundige, die weet niet zeg maar, wie ze moeten hebben voor het WMO-loket 3 gemeenten verderop. Maar die mevrouw woont daar wel. Ja. Dus dat vul je daarin. En ik noemde het misschien in 1 adem, had ik niet moeten doen. De variabelen en de protocollen, de medische protocollen, die liggen echt op een ander vlak. Die kunnen ook niet zelf inloggen. De gemeente kan het ook niet inloggen en invullen. Dat gaat via de koepel van de verloskundigen. Die moeten dat daar aanleveren en dan wordt het gekoppeld. Maar dat ligt zeg maar echt uit elkaar. Helder. Om ook daar weer alle partners zo minimaal mogelijk te belasten. Dus ja, dit is eigenlijk vooral voor de sociale insteek. Ja. De opvolging. Ja, helder. Ik had inderdaad even gemist dat feest daar aan die kant dat medische... Ja, ik snap hem. Ja. Dankjewel. Nee, goeie vraag. En ik had ze een beetje tegelijkertijd genoemd. Maar het zijn echt 2 verschillende dingen. En het kan ook zijn dat de VSV zegt, hartstikke leuk, maar we hebben er helemaal geen behoefte aan. Ook goed. De optie is er wel om het te doen. Snap ik. Dankjewel. Martien, ik krijg net een vraag in de directe message van de chat. Ja. Annemarie van Beem die vraagt een goede vraag ook. Voor wie is dit systeem eigenlijk bedoeld? Is het alleen voor verloskundigen of ook bijvoorbeeld voor de jeugdgezondheidszorg, verpleegkundigen, sociaal domein? Hoe steekt dat in elkaar? Ja. Het systeem is ontwikkeld voor eindgebruikers. Dat zijn eigenlijk alle... In elk geval zorgprofessionals die te maken hebben met zwangeren.
Het is ook niet van iets kwetsbare zwangeren. Maar dat betekent ook, en ik noemde straks ook al een paar keer de lokale coalitie, dat je met elkaar volgens mij bezig bent om de beste ondersteuning te vinden op thema's. Dus hij zal ook zeker terugkomen bij de lokale coalitie. En dat betekent dat JGZ of een welzijnsinstelling of misschien een MEE of een taalhuiscoördinator, daarvoor is het ook bedoeld. En het helpt, denk ik, en hoop ik ook, bij de samenwerking die je gaat ontwikkelen in de gemeente. Zodat je elkaar beter leert vinden. En mijn ervaring is dat je door dit door te nemen ook beter begrijpt wat zo'n taalhuiscoördinator nou doet, kan of niet kan. En waarom die maar dusdanig bereikbaar is. Dus ja, hij is wel bedoeld voor zorgverleners als kerngroep, maar die schilder omheen, die is echt heel breed. Kijk, en voor de gemeente is die vooral bedoeld om in te vullen. En ook weer als tool in die tweede schil, denk ik, in de lokale coalitie. Ja, dankjewel Martin. Was jouw... Ik zie nog het handje van Henrike. Was dat nog jouw oude handje, Henrike? Ja, dat was een oud handje. Ja. Okay. Sorry, ik had mezelf gemute. Zijn er nog andere vragen of suggesties? Ja, mag ik nog één ding vragen? Oh. Ja, natuurlijk. Ja, ik zit dubbel ingelogd, want anders heb ik geen beeld. Maar ik probeer het even zo. Ja. Ik vroeg me wel af, want er kunnen dus meerdere mensen een account krijgen. Die kan je natuurlijk vragen om een stuk van het dashboard te vullen. Maar die kunnen natuurlijk later ook op eigen initiatief met dat account dingen aanvullen. Moet er iemand zijn die als een soort... Ja, een soort regie houdt daarin en ik ben een beetje zoekende naar hoe werk je daarin samen en hoe zorg je ook niet dat partijen uit de geboortezorg ofwel ieder voor zich dingen gaan invullen of wijzigen. Ja, hele goede vraag ook. Volgens mij lopen er drie dingen door elkaar in je vraag. Ik had straks laten zien dat er in principe drie, wij noemen het key users, we moeten het misschien anders gaan noemen, maar drie vertegenwoordigers vanuit de gemeente een inlog kunnen hebben. Ja. Als het goed is, in een grote gemeente is het misschien iets lastig, maar als het goed is, ken je elkaar en heb je wel eens overleg of weet je die persoon te vinden. En stem je daar ook mee af. En het kan zijn dat dat vanuit verschillende disciplines is, hè, WMO of jeugd of zorg. Die kunnen aanvullen, maar ook daar is wel onderlinge afstemming wel gewenst. En dat kan een simpele basisafspraak zijn, dat je zegt van joh, we overschrijven niks zonder elkaar te informeren. En dan kan dat niet kloppen, maar ook dan is informeren denk ik het minste wat je kunt doen. Als je een variabele uitvraagt bij een partner, dan kan het nog steeds zijn binnen je gemeente. Dan kan het ook iemand zijn die dus niet in die top 3 staat. En het kan iemand zijn bij een externe partner. Die kan alleen maar dat variabele veld invullen. Dus die vult het eigenlijk de tekst in voor jou. Er is nog niets gebeurd. In plaats van invullen zie jij dan eigenlijk de update-functie. Maar jij moet het wel bevestigen. Dus jij kan ook textueel, stel dat er taalfouten in staan, kun jij dat aanpassen. Okay. Dus dat is de tweede variant. En de derde die kan niet dan onbeperkt in andere velden ook maar, aanpassingen doen. Alleen die waar jij die vraag op gesteld hebt. Ja, alleen maar dat ene stukje kan die invullen en dan kan zijn eigen tekst even wijzigen. Voor de rest kan hij of zij niets. En zorgverleners, die kunnen al helemaal niks invullen, want die hebben geen login. Het enige wat zij kunnen doen, en dat zullen ze afgestemd doen, per VSV zeggen, als we protocollen of richtlijnen willen toevoegen, dan doen we dat per VSV en dan sturen we dat naar onze koepel. Ik ben toevallig ook bestuurder van die federatie. Dus dat zijn de afspraken die we met de VSV's maken. Ja. Dus die hoeven niks in te vullen, die moeten alleen zorgen dat de links of de informatie die ze zichtbaar willen hebben, dat die kant-en-klaar wordt aangeleverd. En dan wordt die automatisch gekoppeld voor hen. Ja. Oké, fijn, dank. Er is nog een handje van Annemarie en nog een vraag, twee vragen in de chat. Annemarie is als handje, denk ik. Ja, die was eerst. Ik vroeg mij af, dat is meer de implementatie, wat de volgende stap nou is. Wie is aan zet om iets te gaan doen, om het in gang te zetten? Is dat van de individuele gemeente of is dat vanuit het VSV? Je hebt sommige
weesproblemen, hè, waar niemand eigenlijk eigenaar is. En deze zou ik eigenlijk willen omdraaien. We zijn volgens mij allemaal probleemeigenaar. Dus ja, de gemeente is verantwoordelijk om het in te vullen. Maar het kan best zijn dat het signaal komt van het VSV. Iemand die bij zo'n webinar zit of een mail leest. Of een partner die weet dat het in een buurgemeente wel het geval is. Dus het moet ergens bij elkaar komen. Dus nou, ik hoop dat dat ook er weer voor zorgt dat die samenwerking steeds nauwer wordt. Hè? Dat er een wens is om iets te verbeteren. Maar het is uiteindelijk wel aan de gemeente om de stappen te zetten om dit in te gaan vullen. Is dat een antwoord op je vraag? Ja. Dus het kan niet zo zijn dat een partner zegt van, oh, dan log ik wel even in voor de gemeente. En de vraag die Anja aangaf. Nee, ik vind dat je daar de loop met de gemeente moet hebben. Hoe goed bedoeld ook. Hè? En ik denk dat een gemeente misschien wel heel blij is met Anja. Dat ze 90% of misschien 100% al kan invullen. Hoe weet je wanneer jouw gemeente start? Heb ik die vraag meteen al beantwoord, Boukje, hier met mijn eerdere toelichting? Ja, dat is wel een vraag eigenlijk, ja. Ja. Dan Kim, als het tool ook breder in te zetten dan kwetsbare zwangers, zijn er zorgbaar aan toe te voegen op licht. Ja, hij is breder inzetbaar. Ik denk wel dat het goed is. Deze tool is met een speciaal doel opgezet. Dus de stroomschema's zijn vooral geënt op die periode van de zwangerschap. Om zo vroeg mogelijk in de eerste 1000 dagen een interventie te doen. Dus nee, hij is niet zo geschikt als er een gezin is met een klein kindje van 2 jaar. Hè, want dan kloppen de stroomschema's niet. Het is natuurlijk wel zo dat als je naar die 17 thema's kijkt, dat die thema's helaas ook voor kunnen komen bij gezinnen waar jonge kinderen zijn. Dus het zou wellicht een heel mooi vervolg zijn om ook voor andere levensfasen zeg maar, iets uit te werken. En het toevoegen, ja, dan ga ik toch weer die, niet hetzelfde riedeltje, maar dat is toch wel de route als er verbeteringen gewenst zijn of nodig zijn. Dat het dan via zo'n feedbackknop bij de inhoudelijk of de technisch beheerder terecht komt, zodat zij dat kunnen voorleggen aan de redactieraad. En hetzelfde geldt eigenlijk, er zijn niet hele grote wijzigingen, maar stel nu dat er wijzigingen zijn op het vlak van de zorg voor asielzoekers, hè, dat er wettelijk iets wijzigt, dan is het ook de taak zeg maar, van de functioneel beheerder en de technisch beheerder om zo snel mogelijk dat voorstel bij de redactieraad neer te leggen, om die wijziging door te voeren, zodat gemeenten zich daar geen zorgen over hoeven te maken dat er iets, ja, een aanpassing gewenst is, maar dat het automatisch wordt doorgevoerd. En daarbij geldt ook wel weer, als er wel een variabele veld bij komt, dat daar ook wel de communicatie met de gemeente, al dan niet via de VNG, wordt ingezet dat er een wijziging heeft plaatsgevonden. En misschien was dat een voorbeeld wat je bedoelde, Kim. Is dat een antwoord op je vraag? Ja, dat is wel een antwoord op mijn vraag, dankjewel. Ik vraag het meer omdat onze lokale coalitie is gekoppeld aan een pilot die we hebben gedraaid voor voorschools maatschappelijk werk die van 0 tot 6 jaar gaan. Ja. Dus dan zit je niet meer alleen op die 0 tot 2, 2,5 en ga je toch nog iets verder. En dan hebben we ook partners die ook over die fase daarna soms meer wil weten. We zijn heel erg zoekende naar hoe we goed antwoord kunnen geven op de vraag van onze partners over, oké, bij wie moet ik terecht met welke vraag? Daar willen we graag goed in voorzien. Ik zag dit als een mooie aanleiding daartoe, maar daarom was ik even zoekende naar hoe ver kan die reiken. Ja, en daar op jouw vraag aansluitend. We kunnen wel zeggen, je zou hem door kunnen ontwikkelen voor een volgende levensfase, wat je ook zegt, 0 tot 6, om maar even als voorbeeld te noemen. Ik denk dat 70% van de informatie die hierin staat, met name de toelichting vanuit het sociaal domein, dus die de gemeente invult, ook geldt voor de volgende levensfase. Het kan zijn dat er een ander loket of een ander contact is op zo'n thema. Maar als het gaat over huisvesting, hè, of laaggeletterdheid, ja, dan verwacht ik niet dat je bij een ander loket of een contactpunt in de gemeente moet zijn. Het is wel zo dat stroomschema wijzigt, omdat je met andere partners te maken hebt. Ja, dat klopt. Ik denk ook dat het voor een groot deel dat je daar heel ver mee komt. Alleen de praktijk zou even moeten blijken hoe ver dan daadwerkelijk. Ja,
Maar dank je wel voor de toelichting. Okay. Nou, als er vragen zijn, kan het ook altijd zeg maar, achteraf via de mail, wanneer gewenst, via Faros. En dan pakken we ze op. Er is eerder een webinar geweest, een paar weken geleden. En daar komen elke week wel 1 of 2 vragen uit die we ook opvolgen dan. Dan zullen we dat zo snel mogelijk doen. Ja, als er geen vragen zijn, dan geef ik hem weer aan Christa of Angela. Ja, ik zal het stokje even overpakken. Dankjewel Martien voor deze heldere uitleg. Alle aanwezigen bedankt voor jullie aanwezigheid sowieso. Zo op de valreep van het weekend en in drukke schema's. Goede vragen gesteld. Wij zullen jullie vragen ook meenemen in het verder doorontwikkelen van de Frequently Asked Questions die op de site komen te staan. Kom je nog nieuwe vragen tegen, stel ze vooral. Dat kan via de tool zelf, via de feedbackknop kan dat ook, hè, volgens mij, Martien. Ja. Of door inderdaad een mailtje te sturen. Ik zit nog wel even snel te zoeken welk algemeen mailadres we daar bij Faros, want we hebben volgens mij een apart mailadres voor aangemaakt. Maar dat laten we anders nog wel even aan de aanwezigen via een mailtje weten, zodat je dat mailadres ook hebt. Want ik denk voor de komende tijd, het is een hele mooie tool. Ik zag ook in de chat staan iemand die ook mooi zei van ik ben er heel blij mee dat het er is. Ik denk ook dat het iedereen in het veld nog beter gaat helpen om elkaar te vinden, om hulp erbij te halen en samen te werken. Het is ook, hij is er ook nog maar net, dus er zullen vast nog een heleboel mooie verbeterpunten zijn. Dus laat dat vooral aan ons weten als je dat tegenkomt, want dan kunnen we de tool uiteindelijk alleen maar nog mooier maken. Martien zei net zo mooi van iedereen is eigenaar van zo'n proces. Ik denk dat we uiteindelijk ook met z'n allen eigenaar zijn van zo'n tool. Dus we hebben jullie hulp daarbij, kunnen we heel goed gebruiken, hebben we hard nodig. Dus nou, laat vooral van je horen. En dan, hier staat het algemene mailadres al in de chat met dank aan Carla, dankjewel. Het is zorgpadenkansrijkestart@faros.nl. Nou, ook een heel logisch mailadres lijkt me voor dit onderwerp. Laat daar vooral, jij wil daar nog iets op zeggen, Martien? Nou, 1 aanvulling. Volgens mij heeft Angela het aan het begin van het overleg gezegd. VWS en Faros hebben het mogelijk gemaakt om deze tool landelijk te ontwikkelen. En hij is gewoon ook kosteloos beschikbaar. Hè? Dus er is niet nog een drempel voor alle gemeenten. Hij kan gewoon gebruikt worden. Ja, dat vind ik ook een belangrijk punt. En dat hebben we in de vorige webinar voor de key users of de mensen die hem gaan vullen ook genoemd. Er zijn natuurlijk al heel veel mensen die hebben inderdaad al bestaande zorgpaden. Die linken, die kun je toevoegen. Maar wel mooi om dan per variabel veld in ieder geval alvast 1 verwijsmogelijkheid op te nemen. Omdat we ook bijvoorbeeld weten dat doelgroepen zoals huisartsen, die het natuurlijk net als iedereen, maar vooral ook heel druk hebben, het heel fijn vinden om tenminste alvast 1 eerste aanspreekpunt te hebben voor de vervolgstap op het moment dat een probleem of een thema zich voordoet. En dan heb je ook weer wat minder onderhoud. Maar dat is in ieder geval al heel mooi als dat zoveel mogelijk gaat lukken. En als er straks zoveel mogelijk gemeenten ook gevuld zijn, want dan gaat hij ook echt die functie vervullen dat je de zorg in een andere gemeente dan waar je zelf werkt en vaak de routes al wat beter kent, dat je ook daar dan kunt vinden met elkaar. Dus het is ook een tool om elkaar daarin in dat gemeenteoverstijgend werken, om elkaar daarmee te helpen. Dan ga ik het hiermee afsluiten. Dank jullie wel. Ik wens jullie een heel fijn weekend. En tot de volgende keer weer. Tot de volgende keer. Dankjewel.